We hebben als tafeltennisbond heel bewust de keuze gemaakt een paar jaar geleden om ons open te stellen voor nieuwe doelgroepen. En wij vinden dat tafeltennis voor iedereen in Nederland beoefend moet kunnen worden en daar willen we relevant voor zijn. Nou, en de oudere doelgroep is een hele kwetsbare doelgroep, een doelgroep waar heel weinig verenigingen nog aandacht hebben voor gehad. En voor ons was het een uitgelezen kans om namen met het Nationaal Ouderenfonds om Oldschool tafeltennis op te gaan zetten. Oldschool tafeltennis, dat doen wij omdat wij een paar jaar geleden het beleid hebben verlegd van jeugd naar senioren. Dat houdt niet in dat we geen jeugd meer doen, dat doen we nog steeds op dezelfde manier. Bij ouderen, als je die naar de zin maakt, dat is in de zaal, maar ook buiten de zaal, dan kun je ervoor zorgen dat ze heel lang lid blijven. En dat is uiteindelijk een heel belangrijke funding van de club. Nou, ik hou van sport en van bewegen. En ik vond dit een unieke gelegenheid om eens te kijken of tafeltennis ook leuk was. He, ik heb het ooit vroeger wel eens gedaan, maar achter de huiskamertafel, nooit in zo'n accommodatie als hier. Ik tafeltennis dus al wat langer, maar het sprak mij vooral ook heel erg aan dat er een voorprogramma is voordat je echt met spelen begint. Allerlei hele goede oefeningen voor mensen van onze leeftijd. He, om stabieler en evenwichtiger te zijn, reactievermogen. En dat is ook heel erg leuk gebleken. Want tafeltennis vond ik altijd al wel heel leuk, maar dan kan ik op deze manier gewoon voort blijven zetten op een ochtend dan. Een half uurtje bewegen, los van tafeltennis. We doen de beweging van allerlei sporten. Dus ik doe basketbal, voetbal, handbal, ook een beetje tafeltennisbewegingen. Maar vooral bewegingen die bij andere sporten eigenlijk gebruikt worden. Ja, en het leuke hieraan is dat je elke keer inderdaad iemand anders tegenover je krijgt. Zowel met de oefeningen als met het spel. En je begint dus eerst met zo'n warming-up, dan gaan we gezamenlijk koffie drinken. En na afloop kun je aan de bar ook nog even elkaar ontmoeten, een babbeltje maken. En gezellig was het weer en tot de volgende week. Kijken we weer naar uit. Thank you.